Kun je mij horen? Welkom aan onze vaste bezoekers. Leuk dat u er weer bent. En hartelijk welkom ook voor degenen die vandaag voor het eerst bij ons aansluiten. Vorige week hoorden wij hoogleraar Nederlandse taalkunde Fred Weerman uitleggen hoe het Nederlands tussen het Duits en het Engels gepositioneerd is, vooral wat de taalverandering betreft, en hoe dat verklaard kan worden. U kunt dat nakijken, terugkijken op YouTube. Vandaag mogen wij uw aandacht vragen voor Joep Leersen. Hoogleraar Europese studies, en hij bekleedt deze leerstoel sinds 1991. Heel lang dus al. Het was toen een nieuwe leerstoel. Sinds verleden jaar is Joep ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht, met als opdracht Limburg in Europa. Het is moeilijk om aan te geven waar Joep allemaal in gespecialiseerd is. Opera, volksverhalen, Belgische grenzen, romantiek in Rusland, filmbewerkingen van de historie, lokale standbeelden, fanfare. Hij beheerst het allemaal. Twee thema's zijn eigenlijk continu aanwezig in zijn onderzoek. Dat is de geschiedenis van het nationalisme in Europa en de imagologie, dat zijn de nationale stereotypen die gehanteerd worden. En daarover gaf hij niet alleen in Nederland College, maar in lezingen ook in universiteiten van Harvard, Cambridge, Göttingen, Toronto, Parijs, Rome, Luik, noem maar op. Hij ontving in 2008 de Spinoza-premie, die geldt als de Nobelprijs van Nederland voor zijn onderzoek. Hij werd in 2010 benoemd tot academiehoogleraar, ook iets heel hoogs. En in april, nu jongstleden, werd bekend dat hij de Madame de Staalprijs toegekend krijgt voor zijn verdiensten voor de kennis van Europa. Het is een voorrecht dus om Joep hier aan het woord te kunnen krijgen. U kunt tijdens het college uw vragen intikken op het scherm onderaan waar Q&A staat. En na een half uur ongeveer dan Joep en dan zal ik kijken hoeveel vragen we kunnen beantwoorden. Joep, het doet me plezier dat ik jou het woord mag geven. Dankjewel Marita, het doet me plezier dat ik van jou het woord krijg. Ik vind het een prachtig initiatief, deze virtuele spuibijeenkomsten. En ik heb het graag aangegrepen, ook als een mogelijkheid om iets te verkennen dat redelijk nieuw is voor mijzelf. Namelijk de manier waarop eigenlijk 19e eeuwse vormen van wat jij, Marita, als historiezucht hebt betiteld, het zich laven aan het verleden, een nieuw platform heeft gekregen, nieuwe media heeft gevonden. En dingen die vroeger alleen in opera's, romans en schilderijen werden gedaan, opeens ook in cinemazalen en op dvd's en als tv-series en nu zelfs op YouTube verspreiding vinden. En dat is iets waar ik pas recentelijk over ben gaan doen. En dit is een hele leuke aanleiding voor mij om daar eens mijn gedachten over op een rij te zetten. En met u, geacht gehoor, te gaan delen. Marita, jij moet me onderbreken als ik langer dan een half uur doorga. Want dat zal ik doen. Ja, je kent me. Maar niet graag. Goed, nou, de titel is dus duidelijk. Ik ga proberen mijn scherm met u te delen. Daar ga je altijd het schip mee in, maar met een beetje geluk zou het moeten kunnen. Ik hoop dat dit te zien is. Nationale geschiedenis als kijkspel. En dan hebben we het over een eeuw van cinema. Het begint in 1915 met de racistische klassieker van Griffith, A Birth of a Nation. Tot de recente kaskraker van Nederlandse makelij, Michiel de Ruiter. Dat is een eeuw waarin de nationale geschiedenis het stof bood aan filmmakers. En dat intrigeert mij, want het inspiratie zoeken van de natie in haar verleden en de manier waarop het ook voor de cultuur de natie inspireert, maar de natie ook weer culturele productie inspireert, dus dat mensen kunst gaan maken over het nationale verleden, dat is eigenlijk iets dat van alle tijden is en dat ik met name in de 19e eeuw heb bestudeerd. Dus ik ga een beetje met u kijken van wat was er voor de 19e eeuw, wat gebeurde er in de 19e eeuw, als alles een beetje gecondenseerd wordt, in de eeuw van het cultuurnationalisme, en wat gebeurde er na de 19e eeuw. En waar we het over gaan hebben, ik hoop alleen dat... Ik wil niet erg doorklikken.
Ja, daar hebben we. Ik heb een zestal kleine puntjes. We gaan het even hebben over de aanloop naar de 19e eeuw. Verhalen over vroeger door de eeuwen heen en ook door de media heen. En dan gaan we het hebben over de 19e eeuw, het romantisch historisme. En vervolgens een aantal dingen over de 20e eeuw en de recente decennia. Goed, zoals gezegd, verhalen over vroeger zijn er altijd geweest. De Bijbel is weinig anders dan dat. Vergilius, de Aeneis is weinig anders dan dat. Het hoort bij het menselijk erfgoed om het verhaal van het volk en van de natie te vertellen. En in de moderne tijd zie je in Europa dat het toneel al heel vroeg begint met het thematiseren van het gemeenschappelijk verleden voor een publiek. De koningsdramas van Shakespeare, Richard III, a horse, my kingdom for a horse, Henry V, dat nog altijd als inspiratie geldt, met The Band of Brothers, We Happy Few. Dat waren glorieuze momenten uit de Engelse geschiedenis. En zodra er een Schot op de troon kwam, Jacobus I, was Shakespeare niet te beroerd om meteen maar een stukje Schotse geschiedenis tot theater om te toveren. Dat werd Macbeth. Dus dat was een soort industrie rond 1600 voor de grootste dramaturg die Europa ooit gehad heeft. Nederland volgde meteen in die voetstappen nadat de onafhankelijkheid van de provincie tijdens het 12-jarig bestand min of meer was geconsolideerd. P.C. Hoofd begon meteen met Gerard van Velzen, een treurspel, in 1613. En in 1617 ging daaroverheen Bato, of de oorsprong der Hollanderen. Bato was de mythische stamvader van de Bataven. Dus hij probeerde meteen te doen wat Vergilius had gedaan met Aeneas. Meteen naar de epische oerbron van het volk teruggaan. Het thema van Gerard van Velzen werd een twintig jaar later opnieuw opgepikt door Vondel met de Gijsbrecht van Amsterdam. De Gijsbrecht was bedoeld als stuk waarmee de Amsterdamse Schouwburg zou worden ingehuldigd. Die was toen net geopend. Amsterdam begon op, als een soort stadsrepubliek echt op eigen benen te staan aan de vooravond van het Verdrag van Westfalen en de Nederlandse soevereiniteit. En de Gijsbrecht was opnieuw een manier om de verworteling in het verleden dramatisch te thematiseren. Dat is ook zo gebleven. Het is een beetje de nationale klassieker geworden van die nationaliteit die Amsterdam heet. En die na 1815 is opgerekt tot de Nederlandse nationaliteit. De opvoering van de Gijsbrecht was een soort ritueel dat altijd op 1 januari plaatsvond in de stadscultuur van Amsterdam. Wat we zien is dat al heel snel het nationale verhaal uitgebeeld wordt, niet alleen in dramatische teksten of in kronieken en geschiedenisboeken, maar ook visueel. Vanaf de opkomst van de grote schilderkunst in de 17e eeuw, en daar is Rembrandt natuurlijk een grote voorloper in, zien we in de academische schilderkunst, en de academies worden gesticht naar voorbeeld van de Academie van Rome vanaf het midden van de 17e eeuw, in het begin in Parijs en vervolgens ook in andere steden, zien we dat in de genres van de schilderkunst het historisch stuk het hoogste prestige geniet. Er zijn verschillende genres, het stilleven, het portret, het landschap, genreschilderingen, maar het historisch stuk is datgene waarmee de schilder de hoogste ogen kan gooien. En een van de vroegste grote historische schilderstukken was de samenzwering van Civilis uit 1661, geschilderd door Rembrandt voor de raadzaal van het stadhuis van Amsterdam, het huidige Paleis op de Dam. Het hangt nu in Stockholm. In de loop van de 18e eeuw hebben we een voorbeeld uit de geschiedenis van de 100-jarige oorlog in Engeland. Edward III steekt de Somme over, een roemrijke campagne van een Engelse koning op Frans grondgebied. Maar het moet gezegd worden dat de historische schilderingen voor 1800 meestal gingen over klassieke of bijbelse thema's. Dus de verwoesting van Sodom en Gomorra, of de laatste dagen van Pompeii, of Caesar wordt vermoord door Brutus. Dat waren een beetje de geëikte thema's. En Rembrandt met de samenzwering van Civilis gebruikte ook een thema dat afkomstig was uit Tacitus. Dus het was eigenlijk meer een klassiek dan een nationaal thema. De keer naar de nationale geschiedenis, die zien we echt rond 1800 opkomen bij het begin van de romantiek. En dan treden we dus die 19e eeuw binnen, waar ik het nu even over ga hebben. Het romantisch historisme, de historische.
In de 19e eeuw, in de romantiek, neemt het theater een beetje af als toonaangevend genre. Ten dele wordt de rol overgenomen door de opera. Maar mensen gaan stil voor zich lezen in leesboeken. Aanvankelijk in lange gedichten en vervolgens in dat nieuwe 19e eeuwse genre, de historische roman of de roman. We zien de overgang heel mooi in Nederland. Leesgedichten, grote lange dramatische leesgedichten, zijn er tamelijk vroeg bij als het gaat om het thematiseren van de nationale geschiedenis. Egmond en Hoorn, 1805. En als Lodewijk Napoleon aantreedt als koning van Holland, is Bilderdijk niet te beroerd, net zoals Shakespeare het had gedaan met Macbeth voor die schot op de Engelse troon. Bilderdijk geeft meteen een Hollands leesdrama, een gedicht, een dramatisch gedicht, 1808, Floris de Vijfde. Valt u misschien hier al iets op? Gerard van Velzen, Gijsbrecht van Amstel, Floris de Vijfde. Het draait allemaal in een kringetje rond die episode van het graafschap Holland. Niet alleen, want ook de Gouden Eeuw komt op. De overwintering op Nova Zembla is natuurlijk de grote knaller van Tollens. 1805 tot 1820, dat is de tijd dat elders in Europa een echte aardverschuiving plaatsvindt. Een enorm nieuw genre komt op en dat is de historische roman. Er waren voorlopers, maar hij is de man die het echt tot bloei heeft gebracht en zijn huidige vorm heeft gegeven. Over het algemeen waren het thema's uit de Schotse geschiedenis, Waverley, waarna tegenwoordig nog het grote station in Edinburgh is genoemd, en Rob Roy, dat u misschien nog een filmversie kent over de Schotse outlaw. En een Engels thema, Ivanhoe, dat de mijn leeftijdgenoten, laat ik het zo zeggen, misschien nog uit de tv-serie kennen met Roger Moore en dat liedje Ivanhoe. Allemaal Walter Scott uit de jaren 1810. Nederland kwam daar tamelijk snel achteraan. Jacob van Lennep, die op heel veel punten een enorm creatieve trendsetter en trendvolger was van wat zich aandiende in de literatuur en in de cultuurgeschiedenis. Bekendste misschien de Roos van Dekema, Ferdinand Huyck misschien ook nog wel, dat speelt iets later. En andere schrijvers zoals Trui Bosboom Toussaint geven aan dat die mode niet aan Nederland voorbij ging. En overal in Europa, in Italië met I Promessi Sposi, in Victor Hugo met de klokkenluider van de Notre Dame, zien wij die mode die over het algemeen met name naar de riddertijd toe gaat, naar de tijd van de chevalereske feodale middeleeuwen, en die daar spannende verhalen over vertelt. Wat gebeurt er in die verhalen? En wat maakt ze romantisch? Nou, ten dele omdat ze spannend zijn. De romantiek probeert de toeschouwer te betrekken bij het kunstwerk. Het gaat dan ook heel vaak om verhalen waarbij de hele natie zich betrok. De natie als een collectieve wijgroep. Dus niet alleen het verhaal van meneer Macbeth of het verhaal van Gerard van Velzen, maar hoe het voor ons als geheel was. En die wijgroep, dat is dus zowel het hele publiek van de dichter, als ook die generationele band van de voorouders en de nakomelingen. Dus het is een wij dat zich vandaag de dag in de hele samenleving uitstrekt en dat zich door de tijd heen, tussen de generaties heen, voltrekt en de generaties aaneenbeeldt. Dat wordt heel vaak gedaan met pathos en sentiment en het vindt heel vaak plaats op crisismomenten van de natie. Zo'n schilderij als Van Wappers, burgemeester van de Werf tijdens het beleg van Leiden, is een mooi voorbeeld van een crisismoment van de natie. Niet alleen voor het land als geheel, met Leiden staat of valt de opstand tegen Spanje, maar ook in Leiden is de nood tot aan de lippen gestegen. We zien het pathos, een lijdende moeder met haar verhongerende kinderen aan de borst. Het volk is tot wanhoop gedreven en in het midden staat rustig en in het zwart gekleed die van der Werf, die desnoods zijn eigen lichaam tot voedsel van de bevolking aanbiedt. Dus een echt moment van buigen of barsten, zowel voor de privémens individueel, waarmee wij ons als toeschouwer kunnen identificeren, als ook voor de hele landsgeschiedenis die ons het wijgevoel verschaft. Sterke emoties, hè, de moed, de dapperheid, het lijden van de heldhaftige moeder, het zijn allemaal zware dingen. Geen mixed feelings, geen nuance, dus het is van dik hout zaag met planken. En dat betekent dat de verhalen vaak naar het register gaan van het zogeheten melodrama. Melodramatisch, technisch gesproken, betekent dat het verhaal is geconstrueerd in schrille tegenstellingen.
fantastisch mooie, nobele en goed uitziende en goed gekapte helden. Zoals die burgemeester van der Werf. Mooie man toch, staat er goed bij. De schurken zijn echte ploerten, hebben een lelijke kop, een loensende oogopslag en waarschijnlijk slechte adem. En dan, daartussen is weinig grijstint te bedenken. En ook de verhalen gaan van toppen van blijdschap tot afgronden van wanhoop. Dat is melodrama. Dat zit een beetje in dit soort verhalen ingebakken. Maar dankzij hun sterke emotionele appeal maakt het de toeschouwer mogelijk om zich in te leven in het verleden. Dat is een heel romantisch gedachtegoed. Een soort zeg maar mentaal tijdreizen. Dat is de kern van het historisme. Je met je verbeelding terug verplaatsen in hoe we toen gevoeld moet hebben. Dat je zelf terugprojecteren in de tijd. En omgekeerd het verleden tot leven wekken. De dode letter van vroeger weer de volledige emotionele presentie geven van dat je met die mensen, dat je hun gevoelens van toen helemaal nu ervaart zoals ze nog steeds zijn. En dus eigenlijk wordt het verschil tussen toen en nu emotioneel daardoor afgeschaft. Dat geeft aan de verhalen over vroeger in de romantiek hun enorme nationale kracht. En daarbij wordt ook de verbeeldingsslag naar de visuele cultuur steeds sterker. Ik heb al hier een nieuw schilderij laten zien van 1829 van Wappers. Wappers zou 1 jaar later bij de Belgische afscheiding betrokken zijn. Het was maar eventjes dat hij nog onder Willem I meedeed met de Groot-Nederlandse cultuur. 1 jaar later was de Academie van Antwerpen de grote historische schilderacademie van België. En, en er kwam een heel nieuwe historische cultuuropgang in Vlaanderen. De Gulden Sporenslag van Nicaïs de Keizer, waarvoor u hier een voorstudie ziet uit 1836, kanoniseert meteen een van de crisismomenten van de Vlaamse natie. Niet van de Nederlandse of de Hollandse natie, maar van de Vlaamse natie. Op een manier die sterk tot de verbeelding spreekt, zoals dat voor het romantisch historisme moet. Middels een plaatje. Wat zien we in het krijgsgevoel? Dappere Vlamingen die een slachting aanrichten onder Franse ruiters. En dat is dan meteen een overwinning van het Nederlandstalig Vlaanderen op de Franstalige monarchie. En het is daaraan boven een overwinning van de burgerij, van de steden, op de aristocratie. Nou, de toepasselijkheid van deze thematiek, daar kon niemand misverstand over hebben. Er werd meteen een roman van gebakken. Dus je ziet hoe het verhaal door verschillende media heen stuitert. Het schilderij inspireerde de klassieke historische roman in de Nederlandse taal. Met de beroemde slotwoorden van Conscience. Gij Vlaming die dit boek gelezen hebt, bedenkt wat bij het lezen van de roemrijke daden welke het bevat. Wat Vlaanderen eertijds was, wat het nu is. En meer nog wat het worden zal, indien gij de heilige voorbeelden uw vaderen vergeet. Daarmee wordt duidelijk wat een enorm nationalistische potentieel deze verhalen hadden. Het kon echt de natie mobiliseren. Nou, het inleven in het verleden en de multimedialiteit gaat verder. Dus we noemen dit gesproken remediatie, het feit dat een verhaal van het ene medium naar het andere kan surfen. En wie een mooi voorbeeld wil hebben van remediatie, die moet denken aan de musical Soldaat van Oranje. Dat is een memoire van Hazelhoff Roelfsema, er is een film van gemaakt en nu is het een musical. Als een verhaal echt tot de verbeelding spreekt, zal het telkens alle nieuwe media die opkomen gebruiken om zich nog eens opnieuw te vertalen naar dat nieuwe medium toe. En daar zien wij de film al een beetje om de hoek komen kijken. Het wordt ook die remediatie, wat je kunt noemen een inloopverhaal. Wat we tegenwoordig een IMAX-theater zo noemen, een driedimensioneel theater waar je helemaal in zit. Schoolklassen in Nederland met de schoolplaten van Isings en die worden ook een soort galerij. Als je naar het Rijksmuseum gaat, dan zijn er ongelooflijk veel wandschilderingen, tegeltableaus. Overal zie je die verhalen uitgebeeld staan. En het Muiderslot is 1 grote inloopkast van het nationale verleden, waarin zowel het grafelijke verleden van Floris de Vijfde vertegenwoordigd is, als het burgerlijke verleden van de Muiderkring, en waar ook Vondelherdenkingen zijn gehouden, waar PC Hoofdherdenkingen zijn gehouden, en waar het dus een totale immersie wordt van helemaal ten ondergaan in het verleden, bedolven worden onder de verhalen van vroeger.
De 19e eeuw is de eeuw van de wandschilderingen. In het Antwerpse stadhuis, in de Wartburg. En zoals ik al gezegd heb, in de entreehal van het Rijksmuseum, in het provinciehuis in Assen. Als je daarna gaat kijken, zie je ze overal. Kakelbont, een beetje kitscherig naar onze smaak, maar toch wel leuk. Beetje paaseieren, Fabergé-eieren. Nou, wat gebeurt er met dat historisme? De historische roman die wordt eigenlijk al tamelijk snel doodverklaard. Zeggen, ja, dat was Walter Scott en dat was Jaapie van Lennep en wat moeten we daar nou mee? Dat betekent niet dat hij weggaat. Hij verdwijnt alleen naar de marge. Daar heeft Toos Streng heel boeiende dingen over geschreven. Het publiek blijft historische romans lezen, alleen zijn het niet alleen de rijke, hoogopgeleide mannen, maar het zijn minder prestigieuze periferieën in het publiek. Kinderen gaan historische romans lezen. Het wordt jongenslectuur. Paddeltje, de scheepsjongens van Bontekoe, of wat we hier zien, de verhalen van G.A. Henty. Dat zijn jonge helden die jongensboekavonturen beleven in het verleden. En die andere marginale groep van het publiek, dat zijn de vrouwen. Vrouwen gaan een genre lezen over de scharlaken Pimpernel of Angélique. Dat waren de boeken van de generatie van de zogeheten damesroman. En daar hebben we veel seks in hoepelrokken en diepe decolletés en historische omstandigheden. Georgette Heyer en Gone with the Wind zijn sprekende voorbeelden. En daar zie ik dus ook met de schoolplaten, de wandschilderingen, de film opkomen. Gone with the Wind begon als een damesroman en is de eerste Technicolor film geworden waarmee de Amerikaanse geschiedenis wordt uitgebeeld. Rob Roy is van serieuze roman van Walter Scott eerst een jongensboek geworden en vervolgens een tv-serie en een aantal films. De Scheepsjongens van Bontekoe is een film geworden. Die Angélique-romans zijn allemaal verfilmd en de decolletés werden toen nog dieper. Met andere woorden, we zien dat de film eigenlijk in de rij van schoolplaten en wandschilderingen en Drie Stuivers-romannetjes een voortzetting volgt. En nu kom ik dus aan mijn film. Het werd ondertussen wel tijd, want we schieten op. Film was immers oorspronkelijk kermisvermaak. Mensen gingen naar speciale tenten, zoals ze naar panorama's toe gingen, of naar diorama's of andere spektakelvoorstellingen, wassenbeelden tentoonstellingen. En wat er vertoond werd, dat was rijp en gaar, nouveautés, een trein die het station binnenkomt rijden, documentaires, slapstick, al heel snel stoute filmpjes met blote vrouwen en speciale effecten, zoals mannen die naar de maan worden geschoten. En er is een zekere traditie van zogeheten tableau vivant. Mensen in een pose van een historische setting, zoals het verhaal als het meest kanonieke, het meest geremediatiseerde verhaal aller tijden. Het leven van Christus is een van de allereerste historische films. Maar het zijn eigenlijk tableau vivants. Wat we zien is dat de film al heel snel vanuit het kermisvermaak spanning, sensatie en historische thema's gaat oppikken. In Australië als documentaire over een beruchte bandieten-gangsterbende, de Kelly Gang, in 1906 al. De moord op de Duc de Guise, onderdeel van de Bartholomeusnacht, wordt al een film in 1908. En de eerste spektakelfilm over een verhaal is in Italië in 1913, Quo Vadis, het verhaal van de vroege christenen in Rome onder de tirannie van keizer Nero. Geschreven door de Pool Sienkiewicz aan het eind van de 19e eeuw als een late historische roman. Sienkiewicz had daar net de Nobelprijs voor gekregen. Na 1913 zien we hoe de film in Europa even pas op de plaats maakt, maar die spektakelfilms doorschieten naar Hollywood. In Europa krijgen ze een statusophoging dat er epische films worden gemaakt die het verhaal van de natie steeds grotere, langere en meest indrukwekkende formaten maken. Fritz Lang's Nibelungen-versie is beroemd. Die zwart-wit foto van die man onderaan in beeld, dat is Eisensteins Alexander Nevsky over de strijd van Rusland tegen de Teutoonse ridders in de middeleeuwen. Daarnaast een nazi-film. Die is voltooid terwijl de Russen al voor de deur van Berlijn stonden. Kohlberg, een echte propagandafilm van Goebbels. Maar bijzonder boeiend als je filmhistorisch daarnaar kijkt. Italiaanse, Franse voorbeelden. Abel Gance, een grote stomme film over Napoleon. Daar heb ik in het midden gezet. Dat zijn een aantal pogingen van de film om zich tot nationaal epos te ontwikkelen. Maar het wordt met name in Hollywood met de producties al daar in de stijgers gezet.
In 1905 had Thomas Dixon, excuseer de typfout op mijn PowerPoint, een roman gemaakt over hoe de heldhaftige racisten van de zuidelijke staten zich verzetten tegen bevrijde negerslaven. Het is een vreselijk boek, een verheerlijking van de Ku Klux Klan. En het gebruikt daarbij iets dat Dixon van Walter Scott had, het brandende kruis. Dat komt uit Walter Scott's The Lady of the Lake. En het brandende kruis, dat kennen wij allemaal als een gruwelsymbool van de lynchachtige haatzaaierij van de Ku Klux Klan. Wel nu, dat zijn de helden van die roman. En die roman werd verfilmd door Griffith in 1915. En het is dus buitengewoon onverteerbaar vandaag de dag, met name in de Black Lives Matter situatie, dat dit nog altijd een beetje de eerste grote Amerikaanse eposfilm is over het nationale verleden. Een film die de Zuidstaten verheerlijkt tegenover de bevrijding van de slaven. Griffith gaat verder met een grote spektakelfilm, Intolerance, een beetje bijbels religieus. Je ziet hier een ensenering van Babylon en een beetje Amerikaans nationaal. Het zijn vier tafereelen, een beetje tableau vivants. En de combinatie is eigenlijk heel boeiend. Hij vat de geschiedenis in een viertal tafereelen samen die ten dele uit de Bijbel afkomstig zijn, uit de religie, en ten dele uit het leven van de Amerikaanse natie. Die tweedeling blijft karakteristiek voor Hollywood. Cecil B. DeMille zal een hele industrie van Bijbelse spektakelfilms in Hollywood opzetten. Nou, u ziet de plaatjes, u ziet de titels, ik hoef er niet uitgebreid op in te gaan. Maar het betekent dat het eigenlijk het popcorn-kermisspektakel dat de film was. Al meteen.